Zo, hele goede dag. Leuk dat je kijkt. Prep en zwijfel. Daar zijn we weer. Even kijken. Zo, ik ga hem eventjes zo doen. Want straks komt er nu naar mijn eigen beeld te kijken en dan is niet handig natuurlijk. Allereerst, iedereen weer super bedankt natuurlijk voor de leuke reacties, de likejes, de dingetjes. Pats. Allemaal. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een, ja, jullie hebben het alweer kunnen lezen natuurlijk. We gaan een verzand klaarmaken. We gaan een verzandje uit elkaar halen, zeg maar. Normaal kom je ze niet zo vaak tegen natuurlijk. Je kunt ze wel bij een poelier wel eens bestellen. Maar ja, deze kwam puur toevallig kwam je eigenlijk tegen. Ik zal het eigenlijk in het kort een beetje vertellen. En in de tijd dat ik vertel, laat ik ook een klein beetje wat beelden zien en foto's zien. Want het zit zo. Ik was op weg om een wildcamera op te gaan halen, zeg maar. Die had ik geplaatst. Om eens te kijken wat er hier eigenlijk in die bos rond dartelt, zeg maar. En dus ik was eigenlijk van plan om dat ding op te gaan halen. Dat heb ik ook gedaan. Cameraatje meegenomen. De GoPro meegenomen. En onderweg, je ziet hier eigenlijk in de foto, zie ik een verzand. Ik heb hier een leggen. Zie ik in het water leggen. Ik had het idee dat hij leefde. Tenminste, zo zag hij eruit. Hij zag er vrij chic uit. Je ziet eigenlijk op de foto. Misschien ook hem ingezoomd nog erin kan zetten. Dat je het beter ziet. Maar hij zag vrij florissant. Ja, zag hij er nog uit. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb even om me heen gekeken. Ik heb een blikje gepakt. Dat lag daar op de grond. Dat blikje heb ik overigens daarna ook weer meegenomen. Hè? Want die heb je toch in je handen. Dus dan kan je het ook meenemen. Om te kijken, zeg maar. Ja, om naar de overkant van die sloot te gaan. Om dat beestje misschien te redden. Als hij nou eventueel te redden was. Het is namelijk een beschermde diersoort. En, dus je mag ze sowieso niet vangen. En dus ik had zoiets, als ik hem eruit het water kan halen, dan bel ik dierenambulance. Serieus, bel ik gewoon dierenambulance. En dan halen ze het beest op en dan knappen ze hem vast wel op of wat dan ook. Tuurlijk kan ik hem ook zijn nek omdraaien en dan vreet ik hem op. Maar het mag gewoon niet. Dus weet je wel, dat doen we dan ook gewoon niet. Dus, maar hij bleek, ja, uiteindelijk bleek hij al, het zijn overleden. Nou heb ik heel veel dingetjes, heb ik filmt eigenlijk met GoPro. Ja, het was gewoon toevallig en ja, ik had hem bij me van mocht er eens wat zijn, hè, of wat mooie beesten of wat dingetjes, dan heb je de GoPro bij je. Alleen sommige mensen kennen het euveltje wel met die GoPro's. Ik heb de GoPro Hero 10 in gebruik en de beelden zijn op zich prima, niks mis mee, maar is het warm, dan doet hij het niet, dan is hij oververhit en is het koud, dan gaat hij heel vaak uit, zeg maar, weet je wel. En ja, dat is echt heel irritant. Ik heb hem vorige week in de sneeuw heb ik hem ook getest. Nou, het is bijna geen ding. Je moet de batterijtjes in je zak gaan stoppen en eruit halen. En dan wil je filmen, dan moet je hem toch gauw weer instoppen. Of de hele camera onder je oksel houden om hem warm te houden en dan te kunnen filmen. Dus dat, ja, is waardeloos. Dus ik heb wat stukjes, ja, gefilmd wat niet gefilmd is, zeg maar. Ik heb wel een stukje nog met een telefoon, omdat ik het in een andere groep had ik het eventjes gedeeld van, joh, wat vinden jullie ervan? Dus die gaan jullie gelijk hierna nog eventjes zien natuurlijk. En ja, wat foto's, meer kon ik er niet van maken. Dus ik laat even wat beelden hier achter zien, wat het echt zo is. En ja, in de tussentijd heb ik ook de goede batterijen besteld. Het schijnen dus speciale batterijen voor kou en voor die GoPro's te zijn. Dus ook dat is onderweg. Ik ben vandaag Woutje gaan halen trouwens. En stond voorraad in de winkel, kwam ik in de winkel, maar er was geen voorraad. Dus, filmen nu met de grote camera. Er zit niet heel veel peut in. Dus, ik heb nog heel klein beetje licht. Dus ik moet eventjes een versnelde versie gaan doen, zeg maar. En dat komt eigenlijk wel mooi uit. Hè? Normaal gesproken hebben we natuurlijk, kijk, hebben we dat prachtige beest. Het is echt, hij was echt mooi. Ja, je zag hem, jullie hebben hem zien zitten natuurlijk. Hè? Toen ik hem voelde, kijk, nou is zijn nek echt gewoon koud. Toen ik hem uit het water haalde, zeg maar, toen was hij onderkoeld. Beestjes kunnen niet zwemmen, dat zie je ook. Ze hebben totaal geen zwempoten. Gelijk even goed bekijken. En die is waarschijnlijk opgeschrikt door iets, door een brommer, door een auto, door een vos, whatever. Opgeschrikt en ja, te water geraakt. Kan niet zwemmen, kon niet de kant op komen en die is eigenlijk gewoon onderkoeld geraakt. Ik heb het nog op beeld staan zelfs, ja, dat zien we straks, of hebben jullie al gezien, dat zijn nek nog warm was.
geen lichaam, goede lichaamstemperatuur, maar wel warm. Het onderlijfje was gewoon koud. Dus, als je een ding met een polier haalt, hè, dan krijg je hem eigenlijk in dezelfde stand. En bekijk hem dan ook gewoon eens eventjes mooi. Hè. Zeker als die. Kijk eens naar de vleugels. Even kijken. Kijk, deze is nat. Hij is nat geweest. Moet kijken wat de vleugels. Ze kunnen niet heel goed vliegen, die beestjes. Maar ze kunnen wel een aardig eentje komen. Hè. Dus dat. Ook geweldig, gewoon mooi die kleur. Hè. Moet kijken, joh. Ja, toen ik hem uit het water haalde, was hij mooier van kleuren. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik denk het net niet. Maar hier ook dat olieachtige, schitterende kleur. Een hele mooie vogel. En het grappige is, ik heb ze nog op de wildcamera staan ook. Dus ook die beelden, die zien jullie hier nog in het klein. Of ik gooi ze helemaal aan het achteraan. Gooi ik ze nog een keertje, dus je echt groot duidelijk kunt bekijken, zeg maar. Maar super gaaf om te zien. Dat je, hoe die beestjes bezig waren, zeg maar, voor de camera. Dus, normaal gesproken zou ik zeggen, joh, ik trek hem helemaal in elkaar. Dan gaan we de veren gaan we eruit trekken. En dan gaan we gewoon stapje voor stapje gaan we dat eigenlijk doen. En halen we de vleugels eraf. En zo gaan we eigenlijk weer stap voor stap gaan we hem leegmaken. Snijden hem open, halen de binnenkant eruit. En dan hebben we een paar mooie stukjes vlees over die we dan in de stoof gooien. Ja, daar maken we een stoofpotje van. Maar dat is ook een andere manier. Die andere manier heb ik zelf nooit geprobeerd. Maar die heb ik een keertje gezien van iemand. Die liet zien hoe je dat met een kip deed, zeg maar. En dat ging eigenlijk zo verschrikkelijk snel. Dat we zoiets hadden van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Weet je wel? En het was een hele makkelijke methode. Want je had eigenlijk, het hele jasje trok je eigenlijk in één keer uit. Dus dat was, was super handig. En die methode die ga ik nu ook proberen. Dus het wordt een ander soort dingetje, zeg maar, van het jasje uittrekken van een beestje. En dan gaan we eens kijken hoe dat werkt, of hoe het werkt. En gaan we het doen. Dus ik ga het hem eventjes neerleggen, alles goed zetten en dan ga ik het hier laten zien. Dus let's go. We leggen hem neer. Ja, hoppakee. We pakken de vleugels. Trekken we mooi wijd uit. Kijk eens, joh. Mooi, hè? Geweldig. Hoppakee. Je gaat er naast staan. Hoppakee. Zo. Pak zijn pootjes. En we gaan heel zachtjes trekken. Ietsjes naar voren. Pats. Schitterend. Je hebt eigenlijk heel mooi het hele stuk uit elkaar. Kom ik zo op terug, want we hebben de poten nog. Die gaan we zo even verder proberen. Vleugels zitten hier nog aan natuurlijk, dus die knippen we er zo af. De pootjes zitten hier mooi. Dus dan gaan we hem hier zo eventjes afknippen. Dan gaan we even de schaar pakken.
Alles goed. Mooi. Kijk, nou heb je echt een heel mooi stukje vlees. Geweldig, hè? Ik hoop dat je het een beetje goed kunnen zien. Maar dat gaat eigenlijk als een malle. Dus dat gaan we natuurlijk zo even schoonmaken. Ja, dat vet er nog eventjes hier zo'n beetje ervan af. En dan komt het helemaal goed. Dus. Die poten, die worden ook heel vaak vergeten. En ja, ik heb wel zoiets van, dat is zonde. Want hier zit echt wel vlees aan. Als je hem helemaal zou plukken, ja, dan kun je hem helemaal kaal vreten natuurlijk. Maar als het goed is, zit hier, zit het hier gewricht ergens. Ik zal even kijken of ik een stukje kaal kan maken. Even dat jullie dat zo kunnen zien. Hier zit ook zo'n gewricht. En dan kun je hem eigenlijk zo helemaal af kunnen knippen. Op het gewrichtje zelf. Misschien. Kun je het breken? Ja, ik kan het breken. Kijk. En ik denk dat je de huid. Kijk, en dan heb ik hier een mes leggen hoor. Weet je, dat is het probleem niet. Maar zonder mes is wel even het idee, zeg maar. Om het uit elkaar te halen. Je ziet, ik krijg steeds meer poot. Mooi. Die knippen hier natuurlijk gewoon zo af. Ook weer een mooi stukje vlees. Die poot, die kennen we. Nou, hier hebben we even een mesje voor nodig om iets. Dus die knippen we gewoon eventjes. De spiertjes, dingetjes, alle oneenigheden kun je natuurlijk nog even uithalen. Kijk, hier zit hier nog de pennen zitten, zeg maar, van de veren. Zie je, het zit hier nog. Maar je kan hem wel even op je gemak schoonmaken. En dat doen we straks binnen natuurlijk.
kon je net wat minder goed zien. Dat is de bot. Hier. Dit is dus het ruggengraatje. En dit, hier lopen al die scharnierpuntjes lopen vast natuurlijk aan die ruggengraat. Kijk, dit, daar zit hij erin. Zo. Zou je het wel beter kunnen laten zien? Zou je het wel beter kunnen laten zien natuurlijk. En hier heb je ook weer een heel mooi stuk vlees. Dus mooi toch? Gaan we even schoonmaken. En zoals je ziet, net wat ik zeg, hè, als je hem echt helemaal geplukt had, ja, dan heb je hier eigenlijk nog wat stukjes stukje vlees zitten. Maar voor de rest is hij eigenlijk gewoon in één keer helemaal ja, leeg geplukt. En, mooi hè. Veren kan je alsnog gebruiken natuurlijk voor een pet. Voor over de hoed. Maar soms veren uit die nek ook. Voor in de survival zou je het ook nog kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om vliegjes te maken. Weet je wel, voor het vissen. Mocht je dat willen gebruiken natuurlijk. Weet je wel, een soort lokketjes. Kun je overal voor gebruiken. Je kan ze in een zak stoppen. Om je eigen warm te houden. Maar heel mooi. Wij gaan er niks van gebruiken nu voor de rest. Aan de andere kant denk ik van nou, dit is een hele mooie veer.
Kijk, die sloot is heel erg lang. En daar zie je het nog. Even kijken. Hier zo. Daar laft hij. Zoals op de foto. Zie je het? Nou legt hij tak erbij. Daar heb ik hem mee proberen tegen te houden. Als die, mocht hij nog leven. Maar dat was hartstikke dood. En je ziet dat de sloot eigenlijk heel erg lang is. En ja, om dan de hele tijd die kant af te gaan zoeken. Dan zie je dat het... Hoppakee. Dat het vuil van een ander toch best heel erg handig kan zijn. Zie je het? Even aan de overkant gezet. Daar wist ik ongeveer van, als ik hem omgereden was, dus ongeveer een kilometer zeg maar, waar die dan ongeveer zou liggen. Dus we gaan lekker verder. Kijk, eerste kerstdag en we hebben een fazant. Hij lag in het water en ik had het idee dat hij nog een beetje keek. Zijn ogen zijn heel erg goed. Je ziet het, ogen zijn nog vrij helder. Zijn nek, daar voel je echt nog wat warmte in. Voor de rest is hij al wat stijver. Hij lag natuurlijk in het water en dat, ja, ik denk dat hij gewoon het water ingevlogen is. En ja, daar raakt hij onderkoeld natuurlijk. Dus hij ziet er voor de rest netjes uit. Ziet er geen rarigheid aan. Dingen dat je zegt van, goh, weet je, is het Annabel, is het te pakken genomen, ja of nee? Nee, ook niet. Ik weet niet of jullie er wat van zeggen. Maar hij ziet er voor de rest eigenlijk gewoon heel, ja, heel netjes uit. Dus is het een mooie kans? Of zeggen jullie ook van, lekker laten gaan? Ik denk zelf dat hij gewoon het water ingevlogen is. Dat is mijn eerste indruk.